Ik heb mijn halve inboedel verkocht. Ik heb mijn 4 favoriete eettafelstoelen verkocht via Marktplaats. Jezus, ik had dus een keer gelezen dat het op Marktplaats vooral mannen zijn die verkopen en vrouwen die kopen. Toen dacht ik, oh, daar moet ik dan bij het opstellen van mijn advertentie wel een beetje rekening mee houden. Dan moet ik kort en bondig formuleren, anders haken de vrouwtjes af. Ik had een goede kop, jongen, boven die advertentie. Ik had als kop, te koop, 4 eettafelstoelen, 5 tientjes. Dat is een goede kop. Daar zit alles in. Wat verkoopt die? Eettafelstoelen. Hoeveel? 4. Wat kost dat? Tientjes. Hoeveel? 5. Snap je? Er is geen vrouw die dit niet begrijpt. Dacht ik. Kom ik zo nog op terug. Ja. Dan moet je die advertentie typen. Daar moet een grapje in. Anders gaat je advertentie niet viral. Dat weet ik. Ik zit ook wel eens op internet. Dus ik had als grapje getypt. Te koop aangeboden. 4 bruine eettafelstoelen. Ideaal voor starters, studenten en mensen die graag zitten op bruine eettafelstoelen. Ik geef ook toe, dat is geen topgrap, maar ik ben een professional. Ik zet mijn shit niet gratis online. Dikke vinger voor jullie. Helemaal klaar. Ja? Nou. Een paar foto's erbij van die eettafelstoelen, advertentie. Ik was dus helemaal vergeten dat op het moment dat jij een advertentie op Marktplaats zet, dan verandert jouw mailbox in de klaagmuur. Die advertentie van mij stond nog geen 2 minuten online. Toen kreeg ik al een mailtje van Joke via Marktplaats. Nou, we weten allemaal wat voor iemand dat is. Joke is een wijf met een asymmetrisch hoofd die de hele dag thuis op de bank zit en F5'en om shit zo goedkoop mogelijk te kunnen scoren. Joke is gewoon een hele zure sloot. En nee, maar dat bleek ook wel uit haar mailtje, want het hele mailtje van Joke was in hoofdletters. Alles. Ik opende dat mailtje. Goedenavond. Ik dacht, holy fuck, de postcode loterij. Ik dacht, Gaston, kom mijn eettafelstoelen halen. En dat is prima, kijk hem 2 vragen stellen. Namelijk, waar koop jij zo'n lelijke, rode, gewatteerde jas? En hoe is het nou om op tv te komen zonder enige vorm van talent? Nou, ik dat mailtje lezen. Goedenavond. 3 vragen over bruine eettafelstoelen. Vraag 1. Joke had de vragen genummerd, ja? Vraag 1. Betreft bruine eettafelstoelen, heb je ze ook in het blauw? Nou. Ik kan wel even kijken. Ah, nee. Nee, heb ik niet. Nee, heb ik niet. Kan ze blauw verven? Komt er een tientje bij? Moeten we dat doen? Moeten we dat doen? Vraag 2. Ik zag op de foto ook een mooi vloerkleed. Verkoop jij dat toevallig ook? Nou, toevallig niet. Nee. Nee, ik heet René van Meurs, niet René van Loods 5. Ja? Mijn gitaar staat ook op de foto. Moet je die ook hebben, Joke? Moet je die ook hebben? Moet ik meteen bellen met mijn gitaarleraar? Vragen of die zin hebt om les te geven aan de wijf in de overgang in Harderwijk. Moet ik dat doen? Moet ik dat doen? Vraag 3a. Vraag 3 was gesplitst. Dat zijn het 4 vragen, hè, Joke? Vraag 3a. Mag het ook voor 4 tientjes? En dat vond ik een goede vraag. Dat is een goede vraag, want het is Marktplaats. Dan mag je best een beetje afdingen. Maar toen kwam vraag 3b. En kom je ze dan brengen? Nou. Zo werkt het niet, toch? Je kan ook niet met je auto door de McDrive. Bzzzt, hoi, hoi. Ik wilde graag 4 Happy Meal, alsjeblieft. Nou, dat kan. Dat wordt dan 16 euro. Nou, nee hoor. Ik bied 12 en rij jij maar achter mij aan. Nee. Maar het allerkutste stond onderaan het mailtje. Joke sloot haar mailtje namelijk af met de tekst... Grt, Joke. Grt, GRT. Joke is zo gierig, zij bezuinigt zelfs op klinkers. Ja, of ze had nog 1 O en 1 E. En ze dacht, doe ik dan Grt, Joke of Groet, Juk. Dat weet hij niet wie ik ben. Maar ik dacht, verdomme, die stoelen moeten weg. Ik heb helemaal geen plek in Amsterdam, dus ik heb ook teruggemaild. Hallo! Dacht jij in hoofdletters, ik in hoofdletters. Knalgeel, Comic Sans, flikker maar op. Hallo! Kom die stoelen maar halen. 4 tientjes is prima. PS, hoppatee. Ik dacht, dan is ze in ieder geval voorzien als ze nog een mailtje terug moet sturen. En Joke kwam de stoelen halen, hè? Joke kwam de stoeltjes halen. Ik had met Joke om 11:30 afgesproken...
Om 11:55 had deze jongen 4 bruine eettafelstoelen aan de stoep staan. Het werd 11:30. Het werd 12:00. Het werd 11:30. Het werd uiteindelijk 2:10. Toen kwam er een wijf naar mij toe gewaggeld met een harsers in de vorm van de stelling van Pythagoras. En zij zegt, hoi hoi, ben jij René van de bruine eettafelstoelen? Dat ik dacht, hoi hoi, kijk eens om mij heen, hoi. Ben jij Joke waar ik om 11:30 mee had afgesproken? Ja, ja zeker. Hey, zou jij mij misschien heel even willen helpen tillen? Want ik sta een klein stukje verderop met de Ford K. Joke kwam 4 eettafelstoelen halen met een Ford K. Ja, ik had op zich de auto van mijn broer wel kunnen lenen, maar daar zit een kinderzitje achterin. Dat krijg ik er wel uit hoor, maar krijg ik nooit meer terug erin. Nee, prak dan even 4 eettafelstoelen in een Ford K. Dat is alsof je gaat staan tandenstokeren met een frikandel. Dat past niet. Ford K, K is een afkorting van kan niet. Snap je? Maar ik heb even helpen tillen. Tuurlijk heb ik helpen tillen. Ik ben een sympathieke oranje mannetje. Tuurlijk even 4 stoeltjes door een zimmer. Geen probleem. Ik heb 4 stoeltjes getild van de stoep. Zo til, 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 til. Helemaal tot aan die Ford K. Alle 4 die stoeltjes stonden klaar. En toen werd het tijd voor het inspectierondje. Want blijkbaar, als jij voor veel te weinig geld meubels koopt via Marktplaats, verander jij retteketet in de meubelexpert. Joke deed even een rondje. Mooie stoel, mooie stoel, mooie stoel. Maar wat is met deze? Deze stoel heeft allemaal schade. Het zegt bijna alsof jij veel langer op deze stoel hebt gezeten. Ik zeg, nou dat klopt ook, Joke. Wij hadden om 11:30 afgesproken. Het is nou 2:10, dat is 2:40 schade die jouw schuld is. Oh ja, nou zo had ik het helemaal niet bekeken. Nou, zij pakt de portemonnee, zij geeft mij 4 tientjes, zij geeft mij een bos bloemen, zij geeft mij een doos bonbons, zij geeft mij een fles wijn. Dat ik dacht, doe dan gewoon 5 tientjes! En zij kijkt naar die stoelen, zij kijkt naar die Ford K, zij kijkt naar mij en zij zegt, en nu? Ik zeg, en nu? Zeg, nu zijn ze van jou, hè? De groeten, sorry, groeten. Ik wil mijn oe terug en opbokken met die Ford K.